In Minze werd zaterdag het Admiraal van Gentplein officieel geopend. 2 jaar geleden ontdekte amateurhistoricus Piet van de Geer uit Winsen dat de vergeten zeeheld van Gent in Winsen blijkt te zijn geboren. Van Gent was de eerste leidinggevende van het regiment de Marine, het latere Korps Mariniers. De Van Gent-kazerne in Rotterdam van de Mariniers herinnert daar nog aan. Voor de gemeente Beuningen reden genoeg om een plein naar de zeeheld te vernoemen.